Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, beste dames. Hier zijn ik weer. En vandaag kom ik met een unboxing. Waarom? Omdat ik geen goesting heb voor langer te wachten. En voor hem eerst door te testen. We gaan samen de Kaelin Mini RTA uit zijn doos halen. We gaan die eens bekijken. We gaan daar een beeldje in steken. Ik geloof zelfs dat er een koortje bij zit, dus dat koortje dat erbij zit, dat gaan we ook gebruiken. En dat is niet van de gewoonte van Vandivijf van er een koortje in te steken. Dus ik ben eens benieuwd wat er gaat bij zitten. We gaan daar dan een beeldje in steken. En dan ga ik daar eens van dampen. En dan ga ik mijn allereerste gedachte ervan zeggen. Het is een Kaelin Mini RTA Single Coil Version. Voilà. Ik heb er al eens wat opzoekwerk. Er is wel eens keuze rond, want er is de ene of de andere die beweert dat zijn idee is en dat Vandivijf het gestolen heeft. Maar wat dat daarvan is en zo, dat weet ik ook niet. Goed, de Kaelin Mini RTA, we gaan dat eens van dichtbij bekijken. Je zei, het doosje, ik heb die mottige sticker van de nicotine proberen af te trekken. Dat gaat het toch een beetje de schoonheid van het doosje kunt zien. Het is een beetje besmuurd nog van de plakker, maar oh, ik word mottig van die stomme nicotineplakkers die erop hangen. Hè. Echt waar, ik word er niet goed van. Maar ja, wat kunnen we dan doen? Zo, gaan we dichterbij komen. We gaan dat doosje open doen. We gaan zien wat dat er allemaal in zit. We gaan er een beeldje in steken. En we gaan er een duimpje op doen. Laat ons om het viertje beginnen. Dichterbij. Zo, ze. Daar moet de zin. Hier is de doos. We gaan ze gauw belichten. Voilà. Het doosje gezeten. Vandivijf. Full steam ahead. Kaelin Mini RTA Single Coil Version. Hier zit de tank al zitten. En nog een babbelglasje zit erbij. Toosje ronddraaien. Kaelin Mini. Zo. Je ziet niks speciaal. Voilà. Wat hebben we dan nog? Zullen we dat eens open doen? We gaan nog een klein beetje meer zo laten komen. Voilà. Je ziet hem hier al zitten. We zullen eens eerst zien wat er hieronder zit. Hier zit al een extra driptip, een zwarte, een 8-1 driptip. En wat zit er allemaal in het zakje? Daar gaan we eens eerst in zien. Eerst en vooral komt er al een apart zakje uit met een koortje. Iets wat we dus niet gewoon zijn van Vandivijf. Maar het zit er een veel klapte uit, maar nogal een dikke draad rond. Ieder met een, oh, mag je zingen of is het zelfs wat alien? Nee, het is eerder gewoon veel klapte. Het materiaal dat is heb ik geen idee. Maar het is wel vrij dikke draad. Het is een vrij dikke, ik vermoed 24 of 6 of oh, ik denk een 24 zelfs als binnendraad. En als buitendraad heet van een 34 of zo, of een 32 zelfs de rond, want het is echt wel een stijvige coil. We zullen hem eens even gaan proberen om van dichtbij eens te laten zien. Zo beter mee, als ik het ga beelden, zullen we hem wel van dichtbij zien natuurlijk. Maar, je ziet, een stijvig kooltje dat erbij zit. Kom proberen neer of dat je het wat beter te zien krijgt. Je ziet een vrij bank van een kool. Die gaan we dus een beetje indraaien. Wat hebben we hier nog bij? Een heel dikke inbussleutel. Een kruistuurnavisje. Extra ooringen. Twee extra grubscrews. En de grubscrews zijn er stijvig dikke. En een 5T adapter. Dat is altijd goed, vind ik, dat ze dat erbij doen voor de mensen die geren, zeker met een single coil, geren met een 5T driptipje dampen. Daar is het ook de mogelijkheid bij dat het erbij zit, de adapter.
Wat zit er nog allemaal in? Een bubbelglasje. Gewoon eens gaan zien of dat er ook nog iets verborgen zit. Hieronder zit nog... Wat komt er allemaal nog onder rood? Gewoon eens even kijken. Zo, we steken dat terug. Er komt hier nog een Engelse handlading. In het Russisch, in het Spaans, Italiaans en in het Grieks. In het Frans, in het Duits en in het Deens. De handlading van een RTA. Een schoon openplooiblad en heel de uitleg van hoe dat de moet ingaan en hoe dat je moet beelden. En nog een qualified certificate. Een bewijs dat hem is nagezien. Zo. En dan komen we toe aan de ster van de show. De Kylin Mini. Echt mini is hem niet. Het is een redelijke tank nog eigenlijk. Je ziet. Ik vind hem van grootte valt het eigenlijk nog redelijk mee. Als je hem daar vergelijkt. Ik zal wat heb ik hier in de pluts. Ik heb een Energy liggen. Een Energy is wel een stukje groter. Maar... Zoveel scheelt het niet. Het is eigenlijk vooral mini omdat hem een single coil heeft. Het doosje ga ik even opzij leggen. Voilà. En we gaan hier eens bezien. De driptip. Zit goed vast. Met een dikke houding hier aan de binnenkant. 18 driptip. En ik vind het wel een schone ook weer, een rode. Zo wat rijzen rood, ik vind het wel pruipers. Je gaat er heel schoon een keer zien. Dat zit goed vast. Topvul. Twee schoon grote gaten. Zit er een gemakkelijke noot voor te vullen. En als je zo van binnen erin ziet, ik weet niet of dat je het kunt zien. Zie je allemaal riebeltjes al van de neerflauw van onder. Zit er al veel belovend uit. De neerflauw ook. Je kunt hem zo verschuiven met een stopper. Langs beide kanten stopper, dus er gaat niet helemaal door. Onderaan Kylin met de nummers erop. En Steeter Z. Dat is niet degene dat ik in ieder geval zag. Dat beweerde dat hij hem getekend heeft. Degene dat hieronder stond. Ik ken er allemaal niet meer aan uit in ieder geval. Stever Z stond er als handtekening op. Voor de rest ga ik een keer nog eens met een ding open draaien ze. We gaan eens zien, dat glasje ook, gaat dat er gemakkelijk af. Het is echt wel goed kantelen precies. Een driptip komt eerst los. Ja, het glasje komt goed los door het zo wat te kantelen naar beide kanten. Oh, driptip. Voilà. Dus het gaat er eigenlijk vrij makkelijk af. Zit goed ook vast weer met één dikke o-ring hier aan de zijkant. En zo wat draaien, zetten we dat er terug op. Dan zit dat goed vast. De binnenkant van de kap is vrij recht met dan een kleiner, fijner konisch stuk. Richting de 18 dan. Dus niet heel de binnenkant is konisch. Het is echt zo eerst een stukje recht. Met alleen het middenstukje konisch. Dus ja, ik ben eens benieuwd wat dat gaat geven voor smaak. Dan komen we hier toe aan het dek. Je ziet hier, je kunt dat dek dan. Gewoon een beetje op het dek inzoomen. Voilà. Dan zie je het dek van dichtbij. Hier hebben we de vaas met de pluskant, want hier zie je de isolatie zitten. En dan hier heb je de minkant, met hier volledig een airflow, die langs die dan binnenkomt. Ik kan daar eens in zien, komt binnen. En dan heb je hier een ruimte die wel in de helft, als je kunt in die airflow zien, je kunt er niet door zien. In de helft is die afgesloten. En dan gaat dat hier naar boven en dan komt dat zo langs de airflow binnen gegaan. Ziet er veelbelovend uit.
En de kruis in het is een kruistournevisje. Dat zie ik ook altijd graag. We zullen dat al eens direct klaarpakken. Zo. We zullen niet zo'n visje openvazen en we zullen niet zien. Het zijn echt gewoon grote, dikke vazen. En de gaten zijn ook hoog groot. Dus dat gaat plezant worden voor op de beelden. Konden deze ook al openvazen. Dus, oh, ik heb de vazen die helemaal wordt. Zo. Voilà. We pakken ons beelddingen erbij. Ons beeldstation. We gaan dat erop zetten. Je ziet, het is een pauzeloos dek. Je beeld hier tussen de twee dingen zien. Ik zal het zo zetten dat je het goed kunt zien. Ik zal wel eens moeten draaien dan natuurlijk. We gaan eens even zien hoe diep dat beelddek, hoe diep dat is. Je weet altijd hoe dat ik dat al doe tegenwoordig altijd. We zetten dat erin. Ik pak aan de onderkant mijn tang. En ik ga zien hoe lang dat is. Dan heb ik zeker plots nog voor deze. Dat ga ik al eens afknippen. Aan de andere kant doe ik hetzelfde. We gaan dat nog eens meten. Zie, ik kan nog veel te hoog uit. Dus ik kan even zo een stukje terugpakken van er juist. Dan weet ik hoe diep dat ik dan zit. Dat stukje ga ik een keer dan bij mijn kool pakken. En daaronder knip ik dat af. Zo. En aan de andere kant knip ik het zelfs af. Zo. Dan heb ik hier aan beide kanten. En dan gaat dat passen. Voilà. Van mij mag hem zelfs nog een klein beetje leger komen. Ik heb hem hier goed dicht op het dek. Dat hem goed overal de airflow kan pakken. Zo. Daar komt er wel hier licht. We gaan ons koordje pakken. Ik ga hem heel even zo zetten, omdat ik dan wat vermakelijker kan vazen. Het is een 3 mm koord. Zo. Ik ga eens zien of ik hem hier nog een klein beetje leger kan zetten. Zo. Ik ga hem even draaien. Aan de andere kant, die zet ik ook vast. Zo, en dan komt die kool. Voilà, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is beter. Zo. Nou, zit hem gewoon vast. Ik was even op de sukkel. Nee, hij komt terug los. Ik heb die direct met de kool wakkerd. Ik kon één ding doen. Zie. Het is nog wel aan de scherpe kant. Want je ziet, hij is daar gebroken. Een koortje is aan daar gebroken, maar aangezien dat we nog wel een keer een lege weerstand hebben, want ik dat koortje een beetje in een draai minder maken. Hier een draai minder en zo lossen we dat probleem op. Voilà. Nu steken die kool even
Eerst terug in. De visjes zijn wel vrij kort. Zo, die zitten wel vast. Nou gaan we naar de pluskant. Het is een vrij stave koon natuurlijk, met al die een dikke draad dat er mee gebruikt is. Zo. Even als er nog wat bij. Zo, die is dus gewoon een keer in het midden. Nou, ga ik eens meten van hoeveel dat ik uitkom. 0,25. Dat is goed, want anders had ik nog hoger uitgekomen. Eigenlijk zijn ik content dat ik er een windingetje minder heb opgezet. Zo, we gaan die warmen. Zorgen dat die schoon van het midden. Er staat een klein beetje gespijst, dus ik veronderstel dat er nog wel vragen hoog gekomen. Je ziet, ik moet daar niks aan doen. Die koude is toch gespijst. Dus, perfect. Voilà. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Je ziet. Zo. Het is tijd. Verder, voilà, in beeld blijven. Het is tijd voor een katoontje in te steken. We zullen een katoontje pakken, ik moet genoeg hebben. Zo. Voor een tank pak ik hier er wat silikwik bij. Die zaait altijd goed. Zo. We gaan die in een beetje. Zijn buitenste velkjes eraf trekken. Voilà. Beetje open doen. Nog een meterje. Zo. We rollen dat goed op. En we brengen deze terug in beeld. Voilà. We gaan daar afknippen. Ik kan hier beginnen al op die onderste rand teren. Zo. Ongeveer onder rubber. Dat is een beetje te lang nog dat ik hem naknip. Maar ik kan op z'n beet nog uitflushen. En dan knip ik hem toch nog bij op de juiste lengte. Dus dat eerste is toch maar voor hem al wat een beetje dunner te maken. Want we zitten hier met een 3 mm coil. Dus er mag wel een klein beetje uitgedund worden. Zo, we gaan eens zien voor die lengte na. Ik ga eens even dat tik bekijken. Doe naar omhoog. Dus ik moet dat hier in krijgen. Dus we gaan dan zo hier opleggen. Je ziet, tot daar moet hem komen. Die een overschot hebben we. Dus ik duw dat zo wat aan. Dat ik dat zie. Ik breng dat terug omhoog. En je knipt het af. Ten andere kant doe ik hetzelfde. Ik doe zo. Ik ga eens hier zien tot waar. Tot hier moet dat komen. Je legt hem neer. Je duwt dat aan. Je zet die plooi erin. Pak de scherke. En je knipt op de plooi. En je hebt de juiste lengte. Dan pakken we ons oortuinen en we zetten dat hier schoonetjes in. Je vult dat gatje schoonetjes op.
Zo. Zo'n beetje kon ik dat wel nat maken, dan blijft dat beter zitten. Ten andere kant meet de hoek af. Voilà, ideaal afgeknipt. Juist op de goede lengte. Het gotje goed gevuld. Dan gaan we onze liquid erbij pakken. Hè. Met wat gaan we vullen? Ik ga iets vullen met een Hakuna van 12 Monkeys. Daar gaan we hem eens in vullen. Hè. Ik ga eerst de katona maar net maken. Ze. Dan kan ik die hier ook al wat beter op zijn plaats duwen. Zo, dat dat hier goed gevuld zit. We draaien dat om. Andere kant doen we hetzelfde mee. Ik ga het ook maar nat maken. We duwen dat goed op zijn plaats. Zo. Schoon het gatje gevuld. Nog wat liquid boven om die katoen. We zetten die energie al even in gang. Dat riekt al niet slecht. Nou ja, dat komt goed. Voilà. Zover zijn we weer al. Tijd voor de kapper op te draaien. Airflow zetten we even dicht. We draaien deze open. Dan gaan we die even vullen. Zo. Ik ben ook eens aan het zien, want dat heb ik nog niet bekeken er juist. Hoeveel dat er eigenlijk in kan. Of dat ze dat ergens vermelden. Eens kijken of dat het erbij staat. Natuurlijk niet. Staat niet bij, maar je wel draaien. Draaien een half, denk ik. 3,5 milliliter. Met deze glasje en 5 waarschijnlijk dan met het grote glasje. Met het bolle. Vermoedelijk. Ik kon er mijn hand niet voor in het vuur steken. Eén ding kan ik nog wel eens doen, dat ik eigenlijk al weer bijna vergeten was. We zullen hem eens meten. Ik heb hier mijn schaafmaat. Een beetje nooit zo mijn hand. We zullen niet smijten hoeveel het hem uitkomt. 24,2. Ik kom proberen het in beeld te brengen voor alle. Van onder 24,2. Een driptyp 17,9. En dan voor de lengte, dat zullen we ook eens gaan meten. Van hoogte is hem. Ik ga dat zo doen, want aan de zijde rollen het niet. Met driptyp ba 42,7. Dat valt nog goed mee eigenlijk van grootte. Maar aangezien dat een driptyp eraf kan, zonder een driptyp 35,5. Gewoon, dan heb ik iets wat cijfertjes naar alle kop kunnen gooien. En dan gaan we die hier eens plaatsen boven op de switcher. No load. Yes. De switcher. Zo. Die staat momenteel op 45 watt. We zullen dat eens proberen. Ik heb nog 5 minuten voor de bol af te sluiten, dus ik kan nog even babbelen en we kunnen nog even testen hoe dat de bol marcheert. Kon ik die airflow voor de eerste keer eens helemaal openzetten?
45 wattjes, dat is zeker niet te veel. Met 0,28, ik denk dat ik een pak meer ga muigen. Er muigen wat wattekjes bij. Kon ik in eerst naar 60, want ik voel dat er zeker nog wat bij mag. Smaak heeft hem in ieder geval wel. Ik vind wel de airflow. Ik kan eens een beetje meer dicht zitten. En je hebt echt wel heel veel airflow, maar toch eigenlijk wel al wat. Ja, met een airflow wat dicht. Er komen schoon luchtbellen in, wil zeggen dat hem goed aan het aanzuigen is. Qua smaak zit dat goed en er is echt wel heel veel airflow. Want zelfs als ik hem daar zo halverwege zit, flut hem wel een beetje. Maar nog altijd vrij veel airflow. Dus je kunt hem echt wel, ik kan wel met een wattage aan een beetje op mijn ei terugzitten. De airflow is zo goed dat hij helemaal dicht zit. Zie, zelfs dan, maand te lang voor een single coil, zelfs met een airflow zo goed als volledig toe. Kunnen we hem nog altijd gewoon direct te lang trekken. Dus eigenlijk airflow weet hem zeker genoeg. Met heel die vlak natuurlijk eronder. Maar ik vind wel, qua smaak zit hem zeker niet slecht. Laat mij de wattage terug van omhoog, want ik heb mijn airflow opengezet. 61 watt. Om nog een beetje omhoog te trekken, is proberen met dat koortje, of dat je naar 68 watt al. Dan wordt het al wel warm en damp, dus dat koortje is goed, denk ik, 65 watt of zo. Ik kan nog eens nog 70 proberen voor te zingen, omdat dat toch nog weer het geeft. 70, dan vermengt het de smaak terug. Dus nee, 65 watt voor dat koortje. Voilà, ik zit hier zo 63 na. Niet slecht. En ik moet zeggen, van de tank voor te builden heel gemakkelijk. Alleen ja, wat afmeten natuurlijk, een postless dik voor de koortjes. Dat is altijd wat zin. Maar je hebt er maar eentje te doen, dus niet te veel moeite. Ik vind, ik wou dat je katoen in moet steken. Het is niet te groot, het is gemakkelijk voor het erin te steken, ook met je coil zo. Zelfs een 2,5 coil ga je nog wel genoeg katoen over hebben om dat dingetje goed gevuld te krijgen. Dus op dat gebied moet ik zeggen, tegenover de andere coilen is hem denk ik wat vergevingsgezinder. Ik weet het nog niet helemaal, maar tot hiertoe lekt hem toch niet. En duimt op toch goed. Een verbruik precies wel ook redelijk, want allee, ja, mijn tankje is al gezakt, ze was nog niet helemaal vol. Maar ja, ik moet zeggen, mijn eerste gedachte is in ieder geval niet slecht. Voilà, dat was maar een unboxing van de Keiling RTA Mini van Vandy Vape. Plezant single coil RDA'ken. Dus, mannetjes, gaan wij nog maar één ding zeggen. Pak allemaal al een doemper erbij en zeg het samen met mij. Laat een doemp maar komen.